Ik ben op het idee gekomen gewieden omdat ik heel graag labo doe. En omdat ik ook werkzekerheid vooral in heb in die richting. Ik heb deze richting gekozen omdat heel de processchemie mij interesseert. Dat begrijpen van iets wat je niet altijd kunt zien, dat interesseert mij. Vanaf dat ik chemie kreeg en daarmee in aanraking kwam, heeft me dat altijd heel geïnteresseerd. En toen dacht ik, dat is het voor mij. Voor deze richting moet je vooral goed zijn ook in theorie chemie, want al de berekening gaat ook terugkomen in het labo. Het leuke aan het labo is dat je eigenlijk de vrijheid hebt om zelf op onderzoek te gaan en uit te vinden hoe je dingen moet doen. In het labo proceschemie leren wij onze leerlingen om een productieeenheid te besturen waarbij ze metingen en moeten doen en regelingen uitvoeren, staalnames moeten doen om het proces te optimaliseren. Dat houdt bijvoorbeeld in het sturen van een destillatiekolom en onder het motto, het moet niet alleen zuiver zijn, het moet ook veel zijn. Thuis vonden ze het eigenlijk meteen oké dat ik chemie ging doen, want ze zeiden je moet doen wat je graag doet. Onze leerlingen moeten gemotiveerd zijn en leergierig. Want als je proefjes gaat doen en je moet afwegen, moet dat heel nauwkeurig zijn, anders klopt er niks meer van. Het is een nieuwe wereld die opengaat. Ze moeten de liefde voor die nieuwe wereld krijgen. Om deze richting te kunnen volgen is toch wel dat je goed wiskunde kunt. Dat is eigenlijk een basisstap om al die formules te kunnen leren. Ja, we zitten nu met 10 in de klas, waarvan maar 2 meisjes. Ik vind eigenlijk niet dat je dat echt merkt. Soms behandelen je zoals een prinsesje, dat is ook wel fijn. Het zou heel plezant zijn dat er ook veel meer meisjes komen. Want in groepswerk is het veel leuker natuurlijk om met meisjes te werken. En wij zijn veel nauwkeuriger in het labo. Meer dan de helft van de leerlingen gaat voortstuderen, ofwel richting labo, ofwel richting proceskant. Als je kijkt naar de instroom bij onze studenten, daar zitten heel veel TSO-studenten bij. Studenten uit techniekwetenschap, studenten uit chemie. Ik denk dat wij als opleiding heel dicht bij het werkveld staan. We hebben ook heel nauwe contacten met het werkveld en de industrie, met de chemische industrie. Onze studenten komen bijvoorbeeld in de farmaceutische industrie terecht, in de voedingsindustrie, in de afvalwaterzuivering, maar evengoed in grote chemische bedrijven in de haven. Binnen 10 jaar zou ik graag in een laboratorium staan. Mijn grote droom is om forensische wetenschappen te gaan studeren, want dat interesseert mij enorm. Ik wil nog 3 jaar gaan voorstuderen in dat, omdat ik liefst in een ziekenhuis in het labo wil gaan werken voor DNA en zo te kunnen analyseren. Bij ons in het klinisch laboratorium analyseren wij stalen afkomstig van mensen. Eigenlijk ter ondersteuning van artsen die onze resultaten gebruiken in het stellen van diagnoses van bepaalde ziektes. Ik heb gekozen voor deze richting, omdat ik wel geïnteresseerd was in het welzijn en de gezondheid van een mens, maar er niet per se zo dicht wou bijstaan zoals een dokter of een verpleegster. De competenties zijn de laatste jaren toch een klein beetje verschoven. Vroeger was eigenlijk werken in een laboratorium een heel manuele bezigheid, waarbij er echt moest gepipetteerd worden en getitreerd worden en allerlei chemische handelingen gedaan. De laatste jaren wordt alles hoe langer hoe meer geautomatiseerd. Als ik verder in de toekomst kijk, zou ik binnen 10 jaar als ploegleider willen staan, verantwoordelijkheid nemen, de jongere procesoperators opleiden. Het is altijd heel moeilijk om uit te leggen wat een procesoperator inhoudt, omdat het vrij abstract is. Het komt er eigenlijk op neer dat je de fabriek draaiende moet houden. Het kan zijn dat je buiten moet sleutelen of ventielen draaien. Anderzijds kan het zijn dat je een dag binnen zit, dat je daar alarmen moet opvolgen en moet bijsturen. Een chemisch proces is een leerproces van jaren dat ook constant wordt aangepast.
Een technische vooropleiding is interessant. Het is belangrijk dat je graag in een team werkt en dat je resultaatgericht kunt samenwerken. We zijn een hoog geautomatiseerde omgeving, maar creativiteit en innovativiteit die zijn moeilijk te automatiseren. Daarom is het leuk dat de mensen ook creatief en innovatief zijn. Het is high-tech.